normaal gesproken, dan worden asperges verkocht door de Lions, zeg maar, op de markt. Ja, klopt. Maar dat is dit jaar niet zo en dat was vorig jaar ook niet zo. Nee, nee, door corona is die formule in het water gevallen. Ja. Dus hebben we dit jaar of vandaag gedacht, we moeten op een nieuwe manier te gaan doen. En wat is die nieuwe manier? En de nieuwe manier is dat we een website of een webwinkel gemaakt hebben. Ja. En via de webwinkel konden de mensen dit jaar een pakket bestellen. En dat pakket, daar zit alles in. Een complete diner voor twee met een flesje wijn erbij. En dat wordt vandaag bezorgd bij veel inwoners in Hoevelaak in Nijkerk. En hoeveel pakketten hadden jullie gedacht ongeveer gehoopt te verkopen? Wij waren gewend 100, dus we hadden gezegd we gaan de lat wel hoger leggen, dus we gaan wel voor 150. 150, en ja, dat zijn het ook geworden? Dat is net gelukt, het zijn 232 geworden. 232? Ja, geweldig. Ja, dus jullie zijn hier met lopen als een blij ei rond? Nou ja, zo'n beetje wel ja. Ja, de eieren zitten trouwens ook in de pakketten. Oh, ja. Zijn gesponsord door de Omrand. Die zijn ook gesponsord, ja. Okay, ja. Want er is altijd een goed doel aan verbonden. Ja. Dat is dit jaar? Dit jaar is dat Blitz. Blitz is voor de jongerenorganisatie in Hoevelaak. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen daar terecht. Die kunnen daar van allerlei leuke dingen doen. Hè? Gamen, spelen. Van allerlei dingen om eventjes eruit te zijn thuis. En waarom Blitz? Is daar een reden voor? Ja, Blitz kon op dit moment wel een aantal dingen gebruiken. Ze hadden wat audiospullen nodig. En ook voor hun is het natuurlijk best lastig om aan middelen te komen om dat te kunnen aanschaffen voor de kinderen. Ja. Dus er was echt behoefte aan financiële ondersteuning om een aantal dingen te kunnen doen. Ja. En 232 pakketten, die worden hier opgehaald of die gaan jullie brengen? Nee, er zijn een aantal mensen die het komen ophalen, maar de meeste mensen die krijgen het thuis bezorgd. Ja. En is dat dan voornamelijk in Hoevelaken of dringt het intussen ook in Nijkerk door? Ja, ik denk ongeveer 10% buiten Hoevelaken, 90% toch wel in Hoevelaken van de pakketten. Ja, ja. Dus eigenlijk volgend jaar zien we in Nijkerk erbij betrekken? Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling om het wat groter te gaan maken. Dit was natuurlijk ook om te proberen. En het is natuurlijk hartstikke goed gelukt. Dus we kunnen de marketing volgend jaar ook richting Nijkerk gaan kantelen. En proberen in Nijkerk. Het zijn prachtige pakketten voor een hele redelijke prijs. Voor €33 heb je gewoon een twee gangen diner voor twee, compleet. Met ondersteuning van de slager, de bakker. Dus het is echt goede producten. En ja, dat is in Nijkerk ook natuurlijk erg goed te doen. Ja. Maar betekent dit dat het verkopen op de markt of op het plein volgend jaar dan eigenlijk er gewoon niet meer is, maar dat dit de actie wordt? Nou, we proberen de zichtbaarheid toch nog wel een klein beetje te krijgen, zeg maar, door misschien nog wel een klein kraampje te doen. Maar de formule zal zeker blijven. Dit gaat niet meer weg. Nee.